Jogast van 20, leuk dat je kijkt alweer deze tweede Road to Juventus. Dit is ook gelijk de laatste Road to Juventus dat ik het zo opneem. Achter volgende keer is het live en zonder facecam. Dan richten jullie meer op het spel en dan is het ook wat leuker om met jullie de interactie aan te gaan, want dan is alles live. Ik zou zeggen, geniet van de video. En dan is dit het team waar we tegenkomen. Een veel beter team dan ons, alweer een veel beter team dan ons. We moeten gewoon een beter team gaan krijgen en dat gaat ook gebeuren. En jongens, een corner kan je natuurlijk altijd tegenkrijgen, maar zo, dit, zo en dat zo en dan doe je het zo en zo. Ja, dat gebeurt niet heel vaak. Dat een bal zo weer je tegenkomt en dan denk je, het is wel kut, maar nee, het is een eigen goal van onze keeper. En gewoon alles zit niet mee hier. Oh, hoe wil je zo'n bal er ooit in krijgen, man? Dat is eigenlijk gewoon ongelooflijk. En onze keeper heeft een mooi staartje in. Maar we gaan verandering brengen in deze keeper. En natuurlijk krijgen we weer niet iets goeds mee. Ref, volgens mij gaat deze bal uit. En dan is het allemaal een mooie kop op de lat. En onze keeper kan hier best wel een handje uitsteken. En dat doet hij niet. Waardoor wij op 2-0 achterstand komen. Weer een beetje een goal die niet helemaal klopt. Want onze keeper had wel een handje kunnen uitsteken. Maar ja, we moeten gewoon proberen om terug te komen. En jongens, we gaan een keer een goal maken zonder eet. Maar nu zijn onze kans aan mij, maar wij maken een goal zonder eet. En hier gaat Buesca, die geeft hem rustig op Hernanes. Want wij willen zelfverzekerde goals maken. De goals die we niet, als ik hem met Buesca had geschoten, dan was hij er misschien niet 100% ingegaan. Maar als ik hem afgaf wel, zoals ik ook heb gedaan, waardoor we nu op een terugstand. Jongens, nu geef ik niet een keer geschuld aan de speler, maar deze bal was niet helemaal goed. En dan is dit de pure VV. Dus kijk, onze keeper. Joi, laat ik hem tegen Bonia gooien. Dat is mijn hobby, man. Ja, en dan laten we drie ergens staan. Dat is ook mijn hobby. Lekker achter staan. Ja, ja, keeper, dit doe je echt goed. Ja, top. Top, man. Echt top gedaan. Echt. Blauw duimpje omhoog voor deze keeper. Oké, jongens. En we gaan het gewoon vanuit de aftrap doen. Ja, ja. Morales, 1, 2, fucking veel man in ieder geval. Ik ga het niet allemaal tellen, joh. En dan is het daar een goede voorzet. Nou, eigenlijk is het helemaal geen voorzet. Eigenlijk is het gewoon een schot. Nou, die gaat terug. Maar weet je, het is gewoon 2-3. We zijn gewoon helemaal terug in de wedstrijd. Het was eigenlijk wel een voorzet op Asamoah die hem dan kon schieten. Dus ik bedoelde meer een voorzet op de paas van Asamoah. Ja, jongens, ik dacht, ja. Ik zei gewoon schieten, want ik dan jullie liet denken dat het schieten was. Maar eigenlijk was het gewoon pasen, dus of halve voorzet. Nou, in ieder geval, na 2-3 zijn we weer terug in de wedstrijd. En ja, we krijgen de bal eindelijk een keer in onze voeten gespeeld. Hernanes geeft hem op Asamoah. Asamoah geeft een prima bal op Hernanes. Ik denk, jongen, jij maakt de tweede goal voor je debuut. Maar nee, hij schiet hem op de lat. En dan is het Morales die de 3-3 maakt. Jongens, we zijn back in the game. Het is gewoon 3-3. Maar ja, dit is eigenlijk gewoon de uitslag van de wedstrijd. En ik zie jullie gewoon bij de volgende wedstrijd. En jongens, ik zei net, ik zie jullie zo meteen bij de wedstrijd. Maar dat zie ik helemaal niet. Want eerst gaan we een nieuwe spits aanwinsten. Het is niemand minder dan Manu Zikic. Ik heb bot op hem gedaan. Maar uiteindelijk gaan we hem winnen. Dus de eerste volgende wedstrijd spelen we met een nieuwe spits. En dat is Manu Zikic. Ik zit te denken om hier naar Kakares te halen. Kakares of zoiets. Want onze verdediging is zo slap als poep. Dus die moeten we ook hebben. En we moeten gewoon netto even een snelle keeper hebben. Want onze keeper kan er ook niks van. Zoals je zag in de vorige video met 1-0. En dan zie ik jullie zo meteen wel echt bij de wedstrijd. Oké, dit is het team waar we tegen gaan spelen. Het heeft echt een aanval waarvan je denkt, poep. Maar de aanval is goed. Dus het is echt best wel een moeilijke wedstrijd gaat het worden. En ik ga misschien een beetje... Ja, jullie gaan het gewoon zien. Oké, dit is in de wedstrijd. Hier gewoon een prima bal op Carrasco. Die doelt onze verdediging gewoon uit. En schiet die 1-0 gewoon lekker binnen. Dus ja, laten we maar gewoon doorgaan met de rest van de wedstrijd. Want het vind ik toch niet leuk om naar te kijken. Oké, en dan wordt het 2-0. Skirico, die schiet deze bal ook lekker binnen. Nou, ga dan maar ook weer gewoon door. Oh, dit is Bebe. Die gaat op het goal af. En dit is 3-0. Oké, ja. Ik ga even quitten. Tot de volgende wedstrijd. Oké, dit is het team waar we dus nu tegen moeten. Het is een fucking episch team. Maar jongens, ons team is ook goed. Ik heb in ieder geval Asamoah, die moest een nieuw contract. Buesca is geblesseerd, dus die zit er niet in. En we hebben wel Barrios, die is ingekomen. En die gaat hier gewoon lekker de 1-0 maken. De invaller van Buesca. En die geeft Mandzukic, die geeft hem af. 10 minuten, 2-0. Makkelijke wedstrijd. Barrios, de invaller van Buesca, omdat Buesca geblesseerd is. En hier gaat Barrios weer.
Geeft hem op Hernanes. En best een mooie goal van Mandzukic, iets onze nieuwe spits. Die hem best wel lekker binnen schiet, want hij moet uit de draai. Nou, en toen is hij gegeven, die jongen. Dus toen gingen wij van deze 500 coins proberen om een keeper aan te winnen. Want onze keeper is best wel heel erg slecht. Nou ja, en dat ging ons gewoon lukken. We hebben gewoon een keeper aangewinst. Die gaan we in ons team zetten. Dan wil ik bedanken voor het kijken naar deze Road to Juventus 2. Vond je een leuke video? Ram dan op die like knop. Wil je meer van deze Road to Juventus zien? Abonneer dan op het kanaal Twinity. Die upload ook gewoon dagelijks FIFA video's als je hier nieuw bent. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later.